Goedemorgen, lieve vrienden. Van harte welkom weer bij een gloednieuwe vlog natuurlijk weer van Corine en de Beestenboel. Ja, de Beestenboel. Hè? Ja, we zitten weer heerlijk te wachten in het zonnetje. Het is lekker warm weer. Tenminste warm, het heet warm voor deze tijd van het jaar. Maar het is warmer dan het ooit gemeten is. Ja, het is zacht, lekker. Ik heb de deur ook open op een kiertje. Maar we zitten te wachten op de huishoudelijke zorg. En niet Carmen, nee. Rebecca, die komt weer lekker bij me terug. Gezellig, ik ben er blij mee. Ik ben ook nog verdrietig. Gaat niet over, nog steeds. Nee, dat gaat ook niet over, hè. Nee. Gisteren, net 2 jaar geleden, dat mijn mannetje is overleden. We zijn al een dag verder. Ik ben nou, ik heb de computer vannacht aangelaten, want ik was aan het renderen. En nou ben ik hem aan het halen naar YouTube. Dus die komt morgen weer online, ja. Het gaat allemaal wat langzaam. Ik ben best weten dat er weer even een paar dagen niks komt. Ik weet het nog niet. Het ligt er helemaal aan. Want nou heb ik niks meer op mijn pc staan, dus de camera's moet ik leeghalen. En ik heb er nou 3 leeg te halen, ook mijn mobiel staat erop. Dan moet ik uitzoeken wat allemaal weer is. Omdat ik ook mijn mobiel nou gebruik heb. Waar moet dat tussen, weet je wel? Nou ja, dat is even een uitzoekerij. En ik moet vanmiddag naar de fysiotherapie. Dus ik neem jullie mee. Ja, deze ook. En de GoPro ook. Nee, GoPro niet. Nee, de GoPro die ik ken niet, want het is gewoon zo dan. Dat is gewoon dezelfde rit, maar ik neem deze mee en dan ga ik gewoon even door een park weer terug. En als ik dan wat leuks zie, dan pak ik hem en zie ik niks leuks of een zwaan of wat dan ook. En nou ja, als ik dat niet tegenkom, dan pak ik hem ook niet. Nee, niks aan om dat dan te doen. Ja! Wat is er dan? Hé, wat is er dan, meisje? Ja, jullie moeten eten, ik weet het. Ik ga ook eten klaarmaken. Nou, ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. En ik heb nog het mooiste van Corrie trouwens gekregen. Een amaryllis. Met een hartje erin. Dus ja, ik ben benieuwd. Het is een rode amaryllis. Dus ja, het zit helemaal in met karton en al zit het in die pot. Dus ja, ik moet even kijken van de week hoe ik dat eruit haal en beter bekijken. Ik het ook beter vloggen. Dat gaat nu niet, maar ja, hij moet rood worden, dus ja. We wachten het af, toch? Dus ja, ik ben er wel blij mee. Boven staat er ook in. Ik moet nog weten wat dat is geworden, want dat staat al 2 jaar weer boven. Even zien. Dus ik kreeg het met kerst voor de kerstdagen. Toen was mijn mannetje dus ook al weg. En toen heb ik het hier op de salontafel nog gehad. Dus ja, wel leuk. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles. En tot later. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, ik ben in mijn sas. Ja, Rebecca is boven bezig aan het stofzuigen. En ik heb gezegd, die doet maar rustig aan. Desnoods alleen nog even stofzuigen. De rest komt wel, we bouwen het langzaam op. En donderdag wil ze ook weer komen. Maar ik heb ook gezegd, ik zeg dan tegen ze dat die andere ook even goed moet komen, Carmen. Ik zeg voor het echte zwaardere werk dat je dat gewoon nog niet aan kan. Ja, dat het nog te zwaar is voor je lichaam. Gewoon een leugentje om bezig te willen, simpel. Want ja, we hebben ook een hoop bij te praten en te doen, dus het komt goed. Ze is naar boven bezig, dat meisje. Dus ja, ik ben er helemaal blij mee. Kunnen we weer even bijkeuvelen, ja toch? Ja, en hier is er nog één die wil ook bijkeuvelen, ja. Hé, meisje toch, wat verdikkie, hè? Ja. Maar oké, ik zal deze camera zo vast klaar gaan maken om hem mee te nemen. Kan die in mijn tas. En ik zit ook nog te appen met de buffer hierachter, dus ja, komt goed. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, Rebecca is klaar met het werk.
En ik ga dus richting die psycholoog kijken of ik nog gekker kan worden dan ik al ben. Ja, en dan had ik mijn zoon de waarheid gezegd. Ja, de waarheid moet gezegd kunnen worden. Maar ze zullen boos zijn. Maar dat maakt niet uit. Wij gaan door met die banaan. Het luchtte mij op. Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks. Ik neem jullie mee, want ik ga door het park terug. Als ik zwanen zie, filmen we ze even. Oké, tot later. Nou, ook dit wou ik jullie niet laten ontzien, want ik vind dit zo mooi, al die krokusjes. Het is een en al een paarse deken, met hier en daar wat geel ertussen. Ja, ik vind dit echt geweldig mooi. En dat wou ik jullie even ook laten zien. Dat nu ga ik weer verder naar de psycholoog. Ja, ja, tot straks. En een aantal ganzenrikjes. Komt er nog eentje aangelopen. Ook zo leuk, hè, de natuur weer. Ja, oh zo mooi. Straks krijgen we het jonge grut weer, die kuikentjes. En zo mooi. Ja, ik vind het leuk. Zo mooi. Nou ja, ik ben nog steeds onderweg. Ha! Nou, hoe mooi is dit? Hoe rustig, hoe vredig. Mooi, ja. Zo heerlijk rustig. Heerlijk dit. Hier kan ik van genieten. En jullie? Denk jullie ook wel niet? Maar we gaan weer verder. Op weg naar huis. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, en ik heb jullie toch nog wel wat even wat moois laten zien. Zo op de heenweg, zo op de terugweg. Enkel, ja, geen zwaan te bekennen. Maar dat hoeft ook niet. Nee, dit was ook leuk. Toch? Ja, weer heel wat anders. Ah, oh, en ik ben wat vergeten, ik ben toch stout? Wow. Kijk. Dat kaarsje brandt nog. En dat kaarsje brandt nog. Die heb ik dus aangelaten. Oh. Nou ja, ben ik blij dat het daar veilig staat. Ja, kan niks mee gebeuren. Dan denk ik op me uitgaan. Ja. Wat? Oh, kijk. Ah. Ja? Hallo, mijn meisje. Hallo. Ja, daar komt Frodo aan. Een vrouwtje krijgt een appie binnen. Ja. Hé, dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik ga aan de koffie, want ik heb dorst. Van dat praten een uur lang, dus ja, ik heb wel eens een keertje zin in een bakje koffie. Ze zeggen, tot later, doei doei. Ja, goedemorgen lieve vrienden, het klokje die loopt al aardig naar... Oh nee, het is al geweest, 1:01, midden in de nacht. Dus het wordt hoog tijd dat we naar boven gaan. Frodo die legt nou momenteel nog op de bank. Hé, Frodoetje? En nou, dan ga je zo een beetje toe, hè. Dus ja, ik zou zeggen, lekker slapen allemaal. En gezond weer op. Degene die net zo laat gaan dan ik. Ja, je weet me nooit. Misschien zijn er nog wel meer nachtbrakers zoals ik. Ja, toch? En ja, ik zou zeggen, wel trust allemaal. Geniet van jullie nachtrust. En graag tot morgen.
Doei doei.